De second shakeout in de category boys, 14 years. Jordi Koenen, Scott Timmermans, Joey Dillissen, Ronald Lemmens, al een volpartij daar. En Joe, maar hij zit er ook bij. Maar er is een man waar we nu al afstand van nemen, denk ik. Scott Timmermans, hij gaat daar onderuit op de eerste bult. Ja, als hij doorfietst, dan kan het nog goed komen, want er is er nog eentje gevallen. Maar dan moet je wel op je fiets gaan stappen, Timmermans. Dan zit het er nog in, dan zou het zomaar kunnen. We zien in ieder geval dat er drie rijders in ieder geval heel goed door lijken te komen. Onder andere Jordi Koenen, hij zit erbij op plaats nummer 3. Maar voorin is de man van de wheels, en dat is de 283, Joey Dielissen. Hij zit er voorbij, Ronald Lemmens gaat mee op plaats nummer 2. Wie gaat er dan vieren mee? Gaat er dan nog Timmermans worden? Ja, ik denk het wel, want er is een eentje echt in de problemen gekomen. Dus even kijken, dat is waarschijnlijk dan Ietsje Oegema.